Dank u wel, dames en heren. Goedemiddag en hartelijk welkom bij Columbus. Deze week is de lente begonnen en u ziet het om mij heen. Prachtige bloemen. We vieren een beetje feest, want ten eerste bestaat de Keukenhof dit jaar 40 jaar. Gisteren gingen de poorten van de grootste bloembollenshow ter wereld weer open. En ten tweede vieren we vandaag de verjaardag van Frits Lambrechts. En aan het eind van dit programma praat ik met een wielrenner die vele triomfen op zijn naam schreef, Gerry Kneteman. En u hoort verder ook nog hoe je aantrekkelijk kunt blijven en wie wil dat vandaag de dag niet weten. Het Koninklijke Breda's Mannenkoor is met 80 man naar Oosterhout gekomen. Niet zoals ze dachten om te kaarten, maar om te zingen. Volgende week kunt u verslag zien van mijn reis naar Dubrovnik. En degene die mij door rondleidt is Fred Benavente. Op 5 oktober 1865 werd het Breda's Mannenkoor opgericht. En in 1905 kreeg ze het predicaat Koninklijke. Hey, jongens, hou nou even op. Ik ben aan het vertellen wie jullie zijn en goed jullie wel zijn. Nou, moet ik toch wel eventjes doen. Ik wilde zeggen, in 1905 kregen de heren het predicaat koninklijk. En sindsdien worden ze het Breda's Koninklijk Mannenkoor genoemd. Een van de beste koren. En volgend jaar vieren ze het 125 jaar jubileum. Nou, heren, dat wilde ik nou even zeggen. Heren, goedemiddag. Hebben we er een beetje zin in? Of jullie kijken zo somber? Geen vertrouwen in me? Oh, nou, dat gaan we eens doen, want jullie luisterden heel goed. Ik zie dat wel eens op de televisie dat er zo'n dirigent aan het werk is. Kunnen we meteen beginnen? Een nootje? Meneer, zou u misschien de eerste noot willen geven? Wel, hoor, daar hebben wij een speciale man voor. Meen je dat? Voor ons. Betalen jullie die iets meer dan... Ja, natuurlijk. Ja? Dus de rijke tak van het geel. Meneer, zou u zo vriendelijk willen zijn de eerste noot eventjes ten gehoor te brengen? Kan het Breda's Mannenkoor dat allemaal onthouden? Ja, want het is wel prettig als jullie dezelfde noot nemen, jongens. Oké. Okay. Dan wil ik even graag aandacht. Ja. Nou, dat is klasse, jongens. Dames en heren, Breda's Mannenkoor. Ja. Nou. Ja, dank je wel. Ja, dat hoort toch zo? Je hoort toch... ik wil u ook wel even een hand geven, meneer. Allemaal... Ja, heel goed gedaan, jongens. Echt klasse. Jullie kunnen allemaal naar huis. Dat was fantastisch. Nee, we gaan het nu echt even serieus. We gaan ook een liedje zingen. Ik heb hier voor me de partituur staan van Oh, I Can't Sit Down. Dat is een nummer van Gershwin. Pardon? Dat is een nummer van Gershwin. Dan gaan we nu voor u spelen. Wacht even, ja jongens, hebben jullie dezelfde bladzijde voor je neus? Want dat hebben jullie een dik boek meegenomen. Ik vroeg maar één nummer. Nou, zijn jullie allemaal zover? En de beuk erin, hè? En laat me niet afgaan, hoor. Ja? Waarom stoppen jullie nou? Ja, dat gaat geloof ik niet goed. Dames en heren, de directeur of de dirigent Peter Hermans, kom maar in godsnaam bij, maar dat gaat niet goed. Goedemiddag. Hey, dat begon goed, maar wat ging er nou fout? Ik deed iets verkeerd. Ja, u begon al naar het publiek te wuiven. Ik was al blij dat het goed ging. Ja, okay. Kan ik me voorstellen. Zou jij het een beetje voort willen zetten? We zullen ons best doen. Jullie zingen Oh, I Can't Sit Down. Oh, I Can't Sit Down. Een stuk uit Porgy and Bess van Gershwin. Ja. Dames en heren, het Breda's Mannenkoor onder leiding van Peter Hermans. Oh,
Ik wens de heren van het Koninklijk Breda's Mannenkoor veel succes. Overigens, de pianist was René Arons. Dames en heren, wij nemen afscheid van u. Bedankt voor het kijken. We zien elkaar volgende week. Tot ziens. Ik ben nog wat vergeten. We gaan nog even kijken naar het Breda's Mannenkoor. Want die zingen het Ave Maria van geen wielrenner, Paolo Tosti. Maar dat is een componist. Nou, en dat heb ik ook goed kunnen rijden vroeger. Paolo Tosti. Dat is een geweldige sprinter. Ja, dat is een componist. En daar gaan we even naar kijken. Dames en heren, tot volgende week. Felice dal dolore.